Het is 13 december 1917. In de vroege ochtend in het dorp Eemnes. We zijn nu ook in Eemnes. En als de mensen hun gordijnen opentrekken, blijkt er iets heel merkwaardigs te zijn gebeurd. Want een nogal aanzienlijk luchtschip is tegen een boerderij aangevlogen. Met als gevolg dat de boerderij zwaar beschadigd is. Ik laat het u even zien. Kijk, hier hebben we het luchtschip. Een beetje leeggelopen, daarachter bevindt zich de boerderij. En nu was de vraag natuurlijk, waar komt dat ding vandaan? Hoe is dat ding in godsnaam in Eemnes terechtgekomen? In Nederland, wij waren neutraal in de Eerste Wereldoorlog, maar het was duidelijk dat het iets te maken had met de oorlogvoering. Dus dat moest allemaal uitgezocht worden. Luchtschip. Dat geeft mij natuurlijk een beetje de kans om iets te vertellen over luchtschepen, over zeppelins, over van alles en nog wat. U kent mijn fascinatie voor mechanische apparatuur. Zolang eigenlijk als de mens bestaat, voor zover we dat weten, heeft de mens graag willen vliegen. En de eerste keer dat de mens vloog was in 1783 met een hete luchtballon. Maar u begrijpt, een ballon heeft allerlei nadelen, want die wordt door de wind voortbewogen. Je weet niet precies waar die heen gaat, waait het te hard, dan is het levensgevaarlijk. Dus al snel ontstond het verlangen om die ballon bestuurbaar te maken. En de eerste die daarin geslaagd is, was een Duitser, Graaf Zeppelin. Ja, achter mij ziet u wat ik daar straks de boerderij noemde waartegen het luchtschip uiteindelijk terecht kwam. Ik moet mijzelf lichtelijk corrigeren. Het blijkt dat het toen een bakkerij was. De kranten stonden vol van dit voorval, want hoe had zich dat in feite voltrokken? En het bleek, het was een Engels luchtschip wat uit de koers was geraakt, waarschijnlijk door een combinatie van mist en motorpech. Het had waarschijnlijk al verschillende malen de grond geraakt en bij die gelegenheden was de bemanning, 4 stuk sterk, die was eruit gesprongen. Ik zie nog een fraai krantenbericht wat waarschijnlijk over de laatste bemanningslid gaat, wat tenslotte eruit sprong. Toen daarop het luchtschip een stuk verder weer de grond naderde, sprong de marconist, hoe ze nou weten dat het de marconist was, staat er niet bij, omlaag, waarna het schip de ruimte koos en in Eemnes daalde. Natuurlijk heeft het gevaarte langs zijn gehele weg, met dubbel E, enorme schade aangericht. Het is mij niet helemaal duidelijk waar de bakkerij getroffen is door het luchtschip, maar ik heb hier wel een hele mooie foto. Kijk, waar we zien hoe het luchtschip toch tegen de zijkant van die bakkerij aanhangt. En wat ik ook wel aardig vind, hier staan allerlei soldaten die duidelijk nogal tevreden zijn dat ze op de foto mogen bij een zo ongelooflijk belangrijke gebeurtenis. Want u begrijpt wel, het was een enorm opwindende zaak. Dit was waarschijnlijk voor de allereerste keer dat er in de provincie Utrecht een luchtschip was gesignaleerd. Laat staan een luchtschip wat tegen een bakkerij was aangevlogen. Ik heb hier nog een leuke foto. Laat ik ook even zien. U ziet hier hoe 2 soldaten bezig zijn om het enorme gevaarte, want dat was het toch, van het dak af te halen. En men kwam van heinde en ver om te kijken naar deze dramatische gebeurtenissen. Ik lees even een stukje voor uit de Telegraaf. Dat was toen nog een betrouwbare krant. Het erf
was door de vele nieuwsgierigen al plat getreden. Iedereen wilde natuurlijk souvenirs hebben. En nadat de militaire bewaking was gearriveerd, werd het mogelijk vlakbij Den Ballon te komen. Alle wegen die naar Eemnes leidden, waren met fietsers en wandelaars overdekt, die allen van het ongewone schouwspel wilden profiteren. Een prachtige tekst. Nu denk ik ineens, zou er nog restanten zijn van die ballon? Want het zou wel leuk zijn om ze toch even vast te houden. Dat zou een fraai slot zijn van dit verhaal. Vanaf het allereerste begin werden die zeppelins op de voet gevolgd door de nieuwsberichten. Het waren fascinerende dingen. En vooral die grote zeppelins, dat was spectaculair als die overkwamen. En ooit is dat ook in Utrecht gebeurd. Namelijk in oktober 1929 kwam de graaf Zeppelin naar Utrecht en draaide een rondje rond de Domtoren. Laat even het plaatje zien. We zien hem hier. Maar om een indruk te krijgen van de enorme afmetingen is dit misschien nog beter. 240 meter lang. Dus de Zeppelin was 2 maal zo lang als de Dom hoog is. En heel Utrecht was uitgelopen. De mensen klommen in de bomen om dat ding te kunnen zien. Honderdduizenden moeten gekeken hebben. En de krantenberichten waren navenant. Dit is een prachtige kop, ik kan niet anders zeggen. Tegen de stralende zonnelucht bleek het luchtschip een staalblauwe wondervis. Dat is toch geweldig. Zal ik het nog een keer voorlezen? Echt, tegen de stralende zonnelucht leek het luchtschip een staalblauwe wondervis. Wat wil een mens nog meer? Nog wel een aardige anekdote over die zeppelins boven Nederland. Want dus de graaf Zeppelin was hier in 29 en de Hindenburg, ook een hele grote Zeppelin, was hier in 36. En beide malen heeft de Zeppelin een groet gebracht aan de oude keizer Wilhelm II die op huis Doorn woonde. En daar maakte eigenlijk de Duitse regering bezwaar tegen. Want die zei, ja, wacht nou even. Het is onze soeverein helemaal niet meer. Ze horen ook geen groet te brengen aan de keizer. Maar het heeft toch wel iets aandoenlijks dat ze daar over door het huis door en zijn gevlogen. En even met een romp gewiebeld hebben of wat ze ook maar gedaan hebben. Tegen de stralende zonnelucht leek het luchtschip staalblauw. Ja, het was een Engels luchtschip. En graaf Zeppelin was natuurlijk een Duitser. En dan dringt de vraag zich op, heeft Nederland nog enige bijdrage geleverd aan de wereld van de luchtschepen en de Zeppelins? En dat kwestietje, want het is toch maar een kwestietje, ga ik bespreken met Paul van Dalen. Paul van Dalen. Ja, we zijn hier op Soesterberg. En de vraag dringt zich natuurlijk op, heeft Nederland ooit, bijvoorbeeld hier, enige bijdrage geleverd aan de wereld van de luchtschepen en de zeppelins? Het is niet veel. Maar het is wel hier begonnen. Er is namelijk in 1911 een aardige particulier in Den Haag geweest die aan de regering een luchtschip heeft willen schenken. Waarom en dat ziet er zo uit. Ah. Waarom die dat deed, is mij duister. Ach, wat een schattig dingetje. Het is echt 19e eeuw is dit. Er zijn toen diverse vergaderingen in de Tweede Kamer geweest over het al of niet geld besteden aan dat ding. Want er is natuurlijk gas nodig, er is onderhoud nodig. En na 3-4 vergaderingen werd er toch voor de vliegtuigen gekozen. Met als gevolg dat dit luchtschip
hier heeft liggen verpieteren. En dankzij de ratten en de muizen al heel snel onbruikbaar is geworden. Het is dus niet indrukwekkend wat we in Nederland hebben bijgedragen aan de zeppelin- en luchtschipgeschiedenis. Maar er zijn toch wel een paar momenten geweest waarop je kunt zeggen, we hebben in ieder geval de goede intentie gehad. Ja, dat klopt. Er is in de Eerste Wereldoorlog een Duitse uitvinder in Nederland neergestreken. Omdat hij de zeppelin als concurrent niet overvleugelen kon. En hij heeft een bizar luchtschip gefantaseerd van 300 meter lang. Maar ze konden de omhulling van het luchtschip, de motoren enzovoort, niet uit Duitsland betrekken, omdat ze met die gierende inflatie toen, in 20 jaar, geen contract konden opstellen. Dus dat project is gesneuveld. Er is er nog één geweest en dat is een idee om het luchtvervoer naar Batavia met luchtschip te doen. Aha, lange afstandsvervoer. Ja, met luchtschepen van het formaat van de Hindenburg. En dan met een reistijd van 2-3 dagen. En dat is uiteindelijk ook niet doorgegaan omdat de nazi's Nederland helemaal niet gunden om ook een zeppelin te hebben. Ja, er wordt wel gezegd, Zeppelinland is een land van dromers. En er zijn nog wel veel van die dromers. Ja. Er worden ook congressen gehouden van dat soort mensen. Maar niet alle dromen komen uit. Dus het is eigenlijk nog een hele ondergrondse wereld van Zeppelin-enthousiastelingen. Ja. Ja. Ach, dat is een mooi idee. Dat noem je de Helium Heads. De Helium Heads. Ja, de heliumkoppen. Ja, maar er is wel een mogelijkheid over. En er wordt door 3 bedrijven in de wereld nu aan gewerkt. En dat is het transport naar de nederzetting in de poolgebieden. En die nederzettingen, waar zijn dus mijnbouwers en er zijn ook mensen die eten, medicijnen en drinken nodig hebben. Die willen heel graag voorzien worden van toevoer. En die vrachtwagens hebben dus een probleem, schepen hebben een probleem en vliegtuigen die kunnen eigenlijk geen landingsbaan krijgen op die soppige toendra. Dus daar is perspectief. Lockheed die belde van de week dat ze 12 bestellingen hebben voor die noordelijke transportroutes. Ja. Maar ik begrijp dus eigenlijk het check voor hele beperkte taken nog steeds een heel nuttig ding. Ja. En in die zin zal het niet verdwijnen. Maar massale toepassingen, dat zit er eigenlijk niet in. Maar ik zou het wel mooi vinden als voor het toerisme die rol toch uitgebreid werd. Ja, want als je dit ding nu over zou zien komen. Met die leuke lettertjes duindichten op, dat zou toch ontzettend leuk zijn. Ja. Ja, het is duidelijk, het luchtschip is eigenlijk een fantastisch ding. En als je het zo vertelt, dan verlang je ernaar om in dat gondeltje te zitten en rustig naar beneden te kijken. Maar het gaat er niet echt van komen. Jammer. Magisch moment ter afsluiting. We hebben die foto's al gezien van de aanvaring, om het maar zo te noemen, in Eemnes. En dit is het enige tastbare restant wat we hebben. Want dit is namelijk een stukje van de huid van het luchtschip. En het is een, ja, wat voor indruk maakt het nu? Het is een beetje oude mannenhuid geworden of een stukje opgezette olifant, zoiets, daar doet het aan denken. Het was natuurlijk textiel, wat bewerkt is waarschijnlijk met een of andere metalige verf. Ik denk dat dit is ook waarschijnlijk qua kleur wel een beetje verschoten. Misschien is aan de achterkant nog dat iets beter zichtbaar. Maar het is toch leuk om je even, hè? Dat heet de historische sensatie. En ja, waarom is het eigenlijk nou curieus dat die blimp daar neergestort is in Eemnes? Omdat dat neerstorten eigenlijk ook een beetje symbolisch is voor het feit dat het met al die luchtschepen en al die zeppelins nooit wat geworden is. De kans dat u ooit nog boven Utrecht, laat staan boven Eemnes, zo'n enorme zilveren zeppelin zult zien overkomen, die kans is jammer genoeg gelijk aan 0.